Dit is Prunus Mahalep, een hele speciale prunus. Hij wordt ook wel de wijkselboom genoemd in het Nederlands trouwens. Hij is eigenlijk afkomstig uit Midden-Europa, maar ook richting Zuidoost-Europa tot aan Klein-Azië toe. En daar komt eigenlijk ook zijn naam vandaan, want deze bloesems, die heerlijk geuren overigens, die veranderen straks in donkere rode kersjes komen eraan. En in de pitten van die kersjes zit zaad. En dat zaad, daar kun je specerij van maken. En in het Midden-Oosten werd dat Mahalep genoemd. Vandaar de naam, hoe die ontstaan is. Het is echt een hele wilde groeier. Hij wordt ongeveer een meter of vijf, zes hoog en breed. Echt als eenstammige boom zou ik hem niet zo snel opkweken, maar meer als struik. En hij is ook echt geschikt voor landschappelijke beplantingen. Mede omdat hij ook inheems is in Europa, wordt hij daarvoor ook de laatste jaren steeds meer gebruikt. En wat ik net al zei, de bloemen, echt, die ruik je echt van 4, 5 meter afstand al. Dus echt een hele prachtige landschappelijk te gebruiken boom. Prunus Mahalep.